Mocht jij nou het hele jaar door willen barbecuen en genieten van een buitenhaard, zijn deze bushbags de ideale oplossing. En zeg nou zelf, zo'n robuust ding in je tuin, dat is er gewoon cool. En deze tuinhaarden hoef je niet te schilderen of te behandelen, ze zijn gewoon echt duurzaam. Je kan deze jongen jarenlang in je tuin laten staan, vorst, regen, het maakt allemaal niet uit. Deze jongen blijft gewoon netjes staan. Ja, je kan deze robuuste jongens op alle manieren opstoken, hout, houtskool, briketten en zelfs met een gasinzet. En je kan kiezen tussen 5 verschillende bushbags. Zo heb je de Cortina en de Las Palmas. De Cortina heeft deze ronde boog en de Las Palmas die heeft er een extra dakje op. Deze twee hebben een enkele wand en die zijn dus prima om mee te barbecuen. En wil jij hem ook als haard gaan gebruiken, vergeet dan niet deze optionele inzetwand. Ja, deze werkt zeer eenvoudig. Hieronder leggen we dan het houtskool of de briketjes. En hiermee kunnen we ook nog eens een keer de hoogte instellen als je gaat barbecuen. Maar wil je nog meer barbecue mogelijkheden hebben, kan je natuurlijk ook nog optioneel een rooster erbij bestellen. Maar wil jij net eventjes wat mooie barbecue, heb je ook nog optioneel dit gietijzerrooster. Mocht jij het rookgas wat hoger eruit willen hebben, is dat geen enkel probleem, want je kan optioneel nog zo'n tussenstuk erbij krijgen. Dit is de Bushback Carmen en die wordt gelijk geleverd dubbelwandig, dus die kun je gebruiken als barbecue, maar ook als buitenhaard. En deze Carmen is ook van gewapend beton en onder heeft hij ook een opbergvak voor het hout. En deze Rondo, dat is toch wel de mooiste van het stel, heeft ook een hoge haard, heeft een wat fijnere structuur, is ook wit en is ook te gebruiken als barbecue en als haard. En daaronder heeft hij ook een opbergvak voor het hout. Vergeet alleen niet, deze verhoging, die sokkel, die is optioneel. En hij heeft een mooiere koperen plaat. En deze Rondo krijg je ook geleverd met het chrome rooster. En optioneel hebben we dan ook nog eens keer het gietijzeren rooster. Dat houdt net even wat meer warmte vast. Kun je net even wat mooier barbecuen. En mocht je nou net eventjes wat minder werk willen hebben, dan halen we deze eronder uit. Dan hebben we de aslade. Dat is deze jongen. Die zetten we er zo op. En op die manier kun je net even wat makkelijker deze nou schoonmaken. Want hier komt natuurlijk het as in terecht. En voor de echte pizza-liefhebber hebben we dan nog de pizzabox. En op die manier kun je natuurlijk mooie pizza's maken in je buitenhaard. En hebben we ook nog de Venedig grillbar. Nou, het zit hem al in de naam, hè. Zo kun je lekker met je vrienden eromheen hangen. Als een bar met een pilsje, terwijl je hamburger erop ligt te garen. En mocht je hem nou wat hoger willen hebben, dan heb je ook nog eens een keer deze sokkel. Die komt eronder, die is wel optioneel. En op deze manier wordt hij thuis bij je geleverd, lekker compact. Je krijgt er deze lijm bij geleverd. Daarmee zet je de stukken op elkaar, zodat hij lekker stevig staat.